Ik weet nog, toen ik mijn eerste zoen had, toen had ik mijn ogen open. Nee. Ik wist dat je je ogen dicht moest doen. En toen stond zijn hond zo daar. En toen keek ik echt zo die hond aan, terwijl ik bezig was. Toen dacht ik, dit is denk ik niet zoals in de films. Dit is niet hoe het hoort. Maar het duurde ook nog echt een soort van aantal keer. Pas zeg maar bij jongen nummer 3 had ik een beetje door van, oké. Zo. Oké. Dat duurt gewoon even. Maar was het ook zo dat jullie vriendinnen dan waren van, ik heb nog niet gezoend. Geef me tips. Ja. Hoe kan ik het best doen? Ronddraaien. Ja, moet je ogen dicht? Moet je naar voren? En dan waren mijn vriendin en ik echt van, oké, als het bijna komt, app ons. We hadden ook echt een codetaal. Honk 1, honk 2, honk 3 en 4. En home run was dan alles. Dus honk, seks? Ja. Oh, als je dan in de groepsapp stuurde een honkbal, knuppel en een bal, dan was het een home run. Oh, maar dat kwam pas God. Later. En het begon dus elke keer met een kus emoji. En als ze dat in de groepsapp stuurde, was het van, girls, FaceTime, oh my god. Dat was echt een leuke tijd eigenlijk op de middelbare school.